Slechts 9 maanden geleden was Hans Willink kerngezond. Een bekende en bekroonde Haagse sportfotograaf. Nice to meet you again. Zo is dat ook te zien aan de wanden van de sportcampus in het Zuiderpark. Al die foto's heb ik gemaakt. Allemaal. 47 verschillende sporten. Die op de een of andere manier met Den Haag te maken hebben. Hoe is het? Ja, gelukkig. Daar is alles mee gezegd. Dat doet pijn. Oh, sorry. Dat kan je niet weten. Maar als hij ineens ziek wordt, gaat het in razend tempo achteruit. En daardoor ben ik in de laatste 3 maanden van vrij gezond tot heel erg achteruit gegaan. En zodanig dat ik ook niet meer kon fotograferen. Mijn spieren zijn van mijn armen en mijn schouders, die zijn niet sterk genoeg meer om mijn camera lang genoeg voor mijn gezicht te houden en zeker stil genoeg. En ja, dat doet wel pijn dat als dat niet meer kan. Zo wankel is Hans dat hij soms zelfs bij de kleinste oneffenheid al op de grond ligt. Fuck. Maar vergis je niet, Hans is een doorzetter. Ik val 3-4 keer in de week. Dus dat, ik val ook wel, stel ik alleen maar staan. Which way to the center court? Lekker hier. Hans heeft nu hoop. Het Sophia Revalidatiecentrum vindt in de Verenigde Staten een harnas waar een fototoestel aan vastgemaakt kan worden. Hierdoor hoeft Hans zijn handen en armen niet te belasten. Ja, fantastisch. Het is echt. Het scheelt alles. Ik hoef hem nu niet vast te houden en hij blijft toch ongeveer op ooghoogte hangen voor me. En op het moment dat ik mijn hoofd er naartoe beweeg, dan is het alsof ik hem zelf gewoon normaal in mijn handen heb. Dus het is ja de oplossing. Het is ja, of ik een stuk van mijn leven terug heb. Of ik gewoon een stuk van mijn leven terug heb. Ik had niet gedacht ooit nog een keer zo een te krijgen. Een accreditatie voor een toernooi als dit. Ik dacht dat voorbij was. Maar als je nooit opgeeft, als je echt nooit opgeeft, dan komen uit onverwachte hoek komen er ineens mogelijkheden. Ja! Congratulations!